De gemeente en dus ook de Raad van Den Haag heeft niets te vertellen over de ziekenhuizen, maar houdt wel graag de vinger aan de pols. Omdat we heel veel zorgen van Hagenaars hebben binnengekregen over Bronovo. Wij vinden het als SP onacceptabel dat er een ziekenhuis in Den Haag sluit. Dat heeft heel veel te maken met toegankelijke zorg, bereikbare zorg, veilige spoedzorg. Het gaat om banen van zorgverleners. De wethouder begrijpt de zorgen van de buurt, maar ook de problemen waarvoor HMC wordt gesteld. Toenemende vergrijzing, stijgende kosten, steeds korter verblijf, concentratie van zorg en bovendien een groot personeelstekort. Maar dan nog. Laten we ook niet vergeten dat het HMC meerdere locaties heeft en dit zijn niet de enige locaties voor ziekenhuiszorg en diensten binnen Den Haag en de omgeving. En ons gezamenlijk belang is dat er ten alle tijde zorg beschikbaar moet zijn voor alle 530.000 mensen in Den Haag. Dat is mijn uitgangspunt en ook die van het college. Toch vindt de Raad dat er wel iets aan zorg moet overblijven in Benoordenhout. Als HMC volgende week besluit Bronovo te sluiten. Polykliniek of een gezondheidscentrum in het Benoordenhout. Maar de gemeente houdt geen ziekenhuizen open. Nou ja, als gemeente kun je wel zeggen van mocht Bronovo sluiten, dan en het eerste recht op verkoop opeisen, dan kunnen we wel een doorstart regelen. En dat vinden wij juist zo belangrijk mochten deze plannen doorgaan.